De dijk waar we hier staan, die zit in een dijkversterkingsproject van ongeveer 50 kilometer. En als we dan 50 jaar vooruit kijken, dan zien we dat er het een en ander aan deze dijk moet gebeuren. Ja, en dan zijn we eigenlijk altijd op zoek naar manieren om het ontwerp te kunnen optimaliseren. En zodoende ontstond het idee om te kijken of we de golfdempende werking van de vegetatie op deze kwelder mee kunnen nemen in het ontwerp van zeedijken. Overal waar een stuk buitendijks land ligt, zoals hier, zou dat stukje buitendijks land kunnen bijdragen aan het dempen van de golven. Dus die golf die rolt over dat begroeide stuk land heen. En door de bodemhoogte plus de vegetatie die erop staat, wordt die golf kleiner. En vervolgens is de impact van die golf op die dijk dus ook kleiner. Wij zijn als beheerder ons heel erg bewust van de kracht die dit gebied heeft voor met name de natuur. En hoe mooi zou het zijn als die kwelder onderdeel uitmaakt van een waterkerend landschap. Dat die dijk niet meer zo hoog hoeft of zo breed, maar echt als één landschap. En dat is ook in ons belang. Zo'n dijk beschermt eigenlijk een heel groot achterland tegen overstroming. Daardoor wordt hij ontworpen op een superstorm die echt maar eens in de vele duizenden jaren voorkomt. Dat hebben we nog nooit waargenomen. Daardoor gebruiken we modellen en berekeningen om zo'n dijk te ontwerpen. En het kan ook zijn dat we die praktijksituatie proberen na te bootsen. En dat is wat we dus straks in de Delta Groot gaan doen. Om het effect van kweldervegetatie op de golfkracht te onderzoeken, nemen we een stukje kwelder van dit gebied, de Wezermerlanden, mee naar de Delta Groot van Daltaris. En daar stellen we het bloot aan een extreme storm. Dat die vegetatie de golven dempt, dat weten we eigenlijk wel. Maar we weten niet exact hoe dat gaat bij zo'n maatgevende superstorm waar deze dijk op ontworpen is. Nou, daar gaan we met het uitvoeren van de proeven in ieder geval een antwoord op krijgen. En met dat antwoord hopen en verwachten we dat we de dijk verder kunnen optimaliseren. Maar het zou ook goed kunnen dat bestaande dijkbekledingen kunnen blijven liggen voor de komende 50 jaar. We zijn op zoek gegaan naar een hoge kwelder, want hoe hoger die kwelder ligt, hoe meer in potentie die bij kan dragen aan de golfdemping. En specifiek op deze plek hebben we de mogelijkheid om op twee verschillende locaties te steken. Een wat meer zandige locatie en een wat meer kleiige locatie. Zodat we in de deltagoot kunnen testen hoe erosiebestendig een meer zandig of een meer kleiige kwelder is. Zowel aan de voorzijde als aan het oppervlak als bij de teen van de dijk. We willen heel graag dat de vegetatie zoals we hem testen, dat die representatief is voor in het veld. Dat betekent bijvoorbeeld dat we zorgen dat de zoutconcentratie van de blokken hetzelfde is als dat het in het veld zou zijn. We zorgen dat ze niet te nat of te droog worden. Dus we proberen eigenlijk heel erg goed bij te houden van wat gebeurt er nou in het echt in de natuur. En dat proberen we hier na te doen met de verzorging. What we use this for is to test the strength of individual vegetation stems. So we can measure some physical properties of those stems and we take a subsection of the bottom and we put it into the machine. So by doing this we can say, okay, do the stronger stems that are stiffer and less flexible, are they more or less likely to remain unbroken when we apply these big waves that we would get in storms? We meten ten eerste de golfhoogte. We verzamelen ook informatie over de stroomsnelheden boven de vegetatie op meerdere plekken. We meten de druk in de klei om informatie te verzamelen over het erosieproces van de klei. En uiteindelijk meten we ook de druk hier op de dijk. Dus dan willen we eigenlijk weten wat de krachten zijn van de golven die op de dijk breken en hoe deze worden beïnvloed door vegetatie. We kijken niet alleen naar hoe die vegetatie bijdraagt aan de golfdemping, maar andersom ook als die hoge golven eroverheen gaan. Hoe resulteert dat dan in de hoeveelheid vegetatie die nog op de kwelder blijft staan voor een volgende storm? En uiteindelijk geeft dat een inzicht in de bijdrage van de vegetatie aan golfdemping, maar ook de bijdrage aan de erodeerbaarheid van de kwelder. The Living Dyke program, let's say, is this big national research project in which we were involved since the beginning with TU Delft designing this experiment. And we have several researchers working in this project. And this test provided sort of unique material for us to produce scientific knowledge that will be shared not only within the Netherlands, but all around the world. Wat je nu ook ziet is dat van die nature-based solutions naar voren gebracht worden door bijvoorbeeld natuurmonumenten of WWF. En daarover is om deskundige een heleboel twijfel over hoeveel begroeiing nou helpt. En daar geeft deze proef gewoon een heel duidelijk antwoord op. Het
wetterschip heeft ongeveer 200 kilometer aan primaire keringen. En we hebben echt voor de komende decennia een flinke opgave. Dat willen we zo efficiënt mogelijk aanpakken. En als je een dijk gaat ontwerpen, dan kan je dat eigenlijk op twee manieren doen. Je kan de dijk versterken, dat is hoe we het meestal doen. Maar je kan ook de belasting op de dijk verlagen. En dat is waar dit soort onderzoeken zich op richten. Dus ja, dat is voor het wetterschip zeker wel van belang. De waarde van dit onderzoek is dat we nu eindelijk eens kunnen gaan leren wat onder zo'n grote waterstand en die enorme golven de belasting op de dijk is. We hebben in het verleden veel gemeten. We hebben ook heel veel geleerd van kleinere golven, van kleinere waterstanden. Maar dit is waar het echt om draait. Omdat als er echt een grote storm is, zoals we hier nabootsen, dan kunnen we pas leren hoe het systeem zich gedraagt. En dat is dus niet alleen voor dat hele kleine stukje in Friesland waar we de kwelderblokken hebben gestoken, maar langs de hele Waddenzeekust en langs de zuidwestelijke deltakust kunnen we deze kennis gaan toepassen.